Gepensioneerden die weer aan de slag moeten. Oude medicijnen die worden hergebruikt. En drugs bestellen via een QR-code op straat. Opa's en oma's gezocht, dat was de kop van een advertentie die de Albert Heijn in Elst in de krant liet zetten. Ze zijn op zoek naar gepensioneerden die nog fit genoeg zijn om vakken te vullen of een kassadienst te draaien. Daar waar de animo onder jongeren te wensen overlaat. Een bijzondere stap, waar ze inmiddels landelijk de aandacht mee hebben getrokken. Klopt, wij zoeken inderdaad gepensioneerden om hier te komen helpen. Wij hier bij Albert Heijn Driessen vinden het heel belangrijk dat hier jong en oud als klant over de vloer komt. Maar dat geldt net zo goed voor onze medewerkers, dat kan ook jong tot oud zijn. Nou ja, we kijken natuurlijk, als we kijken naar de supermarkt, dan heb je met name vaak altijd over een jonge doelgroep. Ja, we zien gewoon in deze arbeidsmarkt dat jongeren momenteel heel erg divers naar verschillende baantjes kunnen komen. En daarmee zijn we gewoon heel erg op zoek gegaan naar van, joh, hoe kunnen we het anders doen. En daarbij hebben we nu gekeken naar de wat oudere doelgroep. Er is een advertentie uitgezet om te kijken van, joh, hoe wordt daarop gereageerd? Hoe enthousiast zijn mensen? Nou, je merkt gewoon dat daar enorm veel reacties op binnenkomen. Toch zijn dat wel gemengde reacties van mensen van uiteenlopende leeftijden. Maar hoe kijken de ouderen er zelf eigenlijk tegenaan om weer eens wat vakken te vullen? Dan moet je op de knieën, hè? Dat is wat moeilijker. Nee, vakken vullen maar niet. Nou, ik was toevallig op de sportclub, daar kom ik net vandaan. En daar hadden ze het er toevallig over. Nou, ja, misschien zijn er mensen die het heel leuk vinden om te doen. Zitten ze ook tussen de jongeren, hè? Ik heb hard genoeg gewerkt mijn hele leven. En ik geniet nu van dat ik vrij ben en nergens geen last meer van heb en nergens aan gebonden ben. Wij hebben nu al heel erg veel verschillende leeftijden hier aan het werk. En we krijgen gewoon heel vaak terug dat mensen het heel fijn vinden dat we ook gewoon nog wat oudere collega's in dienst hebben. En dat ons dat onderscheidt ten opzichte van andere winkels. Iedereen doet hier mee. Dus ook in de kantine betekent dat je gewoon heel wisselende gesprekken kan hebben met je collega's. Wat ik soms terugkrijg van dames die hier werken, die zeggen van, joh, ik vind het zo fijn. Ik ben thuis de rol van moeder, ik ben de rol van partner, vriendin. En hier ben ik ook gewoon mezelf. En die rollen die vind ik heel fijn om te spelen. Dus ik denk dat net zo goed geldt voor gepensioneerden. Ja, volgens diverse media hebben inmiddels enkele tientallen gepensioneerden zich al aangemeld bij de Albert Heijn filialen in Elst en in Arnhem-Zuid. En dan, het Radboud UMC is samen met 3 andere ziekenhuizen in Nederland bezig aan een onderzoek met het heruitgeven van ongebruikte medicijnen. Het gaat daarbij om medicijnen die voorheen wel meegegeven zijn aan een patiënt, maar niet zijn gebruikt. Hiermee worden minder pillen weggegooid en wordt er ook veel geld bespaard. In dit onderzoek verzamelen we hele dure medicijnen die worden gebruikt bij kanker, zodat we die na een kwaliteitscontrole in de apotheek weer opnieuw voor andere patiënten kunnen gebruiken. Ook PharmaSwap werkt met besparing voor medicijnen. Zij doen dit als apothekers onderling. Ook deze verspillen namelijk zo'n 30.000 tot 60.000 euro per jaar aan medicijnen. Daarom richtte Pieter Oosterhof PharmaSwap op om dit voortaan te voorkomen. Het is een online marktplaats waar apothekers onderling vraag en aanbod kenbaar kunnen maken van geneesmiddelen die de vervaldatum mogelijk bereiken. Dus wat het eigenlijk doet is, stel dat een apotheker een bijzonder geneesmiddel heeft, speciaal voor een patiënt heeft gekocht, die patiënt overlijdt of die switcht van therapie, kan die aan collega's kenbaar maken van, hey, ik heb een product over, kunnen jullie het mogelijk gebruiken? En dan kan een collega apotheek dat overnemen. Op dit moment hebben we al bijna 700.000 euro aan dure geneesmiddelen opnieuw kunnen gebruiken voor andere patiënten. En daarnaast kijken we ook naar de milieu-impact van dit project. En dat betekent dat we op dit moment een CO2-uitstoot hebben kunnen verminderen, wat gelijk is aan ongeveer 60 bomen per jaar. Op het besparen van medicijnen wordt geen winst gemaakt. De apotheker die het verkoopt, die neemt al verlies. Dus stel, hij heeft het product ooit voor 100 euro gekocht en hij verkoopt het nu voor 50 euro, dan moet hij daar verlies op nemen. De collega die het overneemt, die heeft inderdaad een iets betere korting. En we zouden daar eigenlijk voor openstaan om misschien met zorgverzekeraars in contact te komen
om te kijken of we die kortingen kunnen doorberekenen. Op dit moment focussen we ons op de hele dure medicijnen die bij kanker worden gebruikt. Dat is omdat deze medicijnen vaak overblijven, op kamertemperatuur bewaard moeten worden en omdat ze heel erg duur zijn, zoals ik al zei. Daarnaast geldt het ook nog niet voor alle kankermedicijnen, maar alleen voor de patiënten die nu al meedoen aan ons onderzoek. Dat is omdat we de medicijnen op een speciale manier verpakken. Als het geneesmiddel dan overblijft, kunnen wij de kwaliteit controleren door te kijken of het zakje nog verzegeld is, met de temperatuurlogger of het bij de juiste temperatuur bewaard is geweest en of het geneesmiddel nog tenminste een half jaar houdbaar is. En als dat allemaal het geval is, kunnen we het geneesmiddel voor een andere patiënt gebruiken en kunnen we het geld terugboeken naar de betalende partij voor de eerste patiënt. In en rond het centrum van Nijmegen zijn stickers gevonden met een QR-code. Als je deze scant, leidt het naar een website waar je drugs kan bestellen. Wat je bestelt, wordt thuis bezorgd. De politie praat met de gemeente Nijmegen of ze hier iets tegen kunnen doen. Het gaat om deze sticker waarop staat dat ze verschillende drugs verkopen. Iriszorg controleert op drugs en de gevolgen ervan. En mensen kunnen hier hun uitgaansdrugs laten testen. Die komen hier, dan gaan wij zo'n pilletje analyseren. Soms kunnen we meteen een uitslag geven. Soms moet zo'n pil, als die onbekend is, opgestuurd worden en krijg je een week later de uitslag. En daarbij geven we op dat moment heel veel voorlichting om die risico's te beperken. Dus het heeft een dubbel functie. Als je de QR-code scant, dan kom je op deze website terecht. Een kind kan de was doen, kan je zeggen. Het lijkt onschuldig, maar Imcard legt uit dat drugs erg verslavend kan werken. Ja, dan zie je vaak toch dat middelengebruik of het alcoholgebruik groter is geworden dan dat ze zelf wilden. De meesten beginnen toch met op een feestje en het is leuk en het is sfeerverhogend. En uiteindelijk krijgt het steeds meer plekken in het leven. Als je steeds meer neemt en er behoefte aan hebt, dan ben je hoogstwaarschijnlijk verslaafd. Ik noem maar een voorbeeld. Je hebt een drukke stagedag of je hebt stress gehad en je denkt, oh, ik wil vanavond even ontspannen. Ik neem een paar biertjes. Dan wordt er misschien toch eentje meer. En dan de volgende dag kan je niet zo lekker functioneren. Dan zie je dus dat alcoholgebruik invloed heeft op je werk. Noodopvanglocaties in Els geopend. Gemeente Nijmegen gaat toch kijken naar het Takenhofplein en verbod op reclames voor vlees- en vliegvakanties. Kijk mee naar de week van dag tot dag. Deze week was het de Nationale Klimaatweek. Hiermee wordt aandacht gevraagd om nog milieubewuster te leven en minder CO2 uit te stoten. Ook de gemeente Wijchen deed mee en trapte maandagochtend de campagne af met een speciale klimaatvlag bij het huis van de gemeente. Na Nijmegen is ook de gemeente Overbetuwe gestart met de opvang van asielzoekers uit de Apel. Het Rijk vraagt al maanden aan de veiligheidsregio's om meer plekken te creëren. In Elst is dat op bedrijventerrein De Aam, waar we deze week alvast een kijkje mochten nemen. De gemeente Nijmegen neemt het Takenhofplein onder de loep. Dat zegt een woordvoerster nadat een automobilist vorige week het water bij de fontein was ingereden. Maar de rotonde blijft. De zoveelste bestuurder parkeerde vorige week zijn auto in het water van het plein. Het gaat vaak fout op het Takenhofplein, terwijl weggebruikers er met verkeerslichten worden gewaarschuwd. De Nijmeegse gemeenteraad wil een einde maken aan reclames voor fossiele producten en diensten en producten uit de bio-industrie. Hiermee zouden er in de toekomst bijvoorbeeld geen reclameposters meer door de stad mogen hangen voor bijvoorbeeld vliegvakanties of kiloknallers. GroenLinks, die de motie indiende, kreeg een meerderheidssteun vanuit de oppositie. Gek genoeg stemde coalitiepartij D66 juist tegen. In het kader van de Klimaatweek werden deze week talloze tips gegeven voor een duurzamer leven. Ook onze klimaatburgemeester Ad Dortmund deed hier aan mee. Vrijdag gaf hij in Nijmegen voorlichting over hoe je een woning van 100 jaar oud alsnog kunt verduurzamen. De provinciale statenverkiezingen komen er weer aan. In maart mogen we hiervoor weer naar de stembus. Ondanks dat het nog ver weg is, beginnen de eerste kandidaten zich alweer te melden. Zo ook in onze regio. De Boer-Burgerbeweging van Caroline van der Plas is een nieuwe politieke partij die pas vorig jaar in de Tweede Kamer kwam. BBB wil ook mee gaan doen aan de provinciale statenverkiezingen. In Gelderland staat Diederik Tap uit Andelst op de kieslijst. Ik ben Diederik Tap. Ik heb een akkerbouw en bedrijf in Andelst. Ik woon samen met mijn vriendin. We hebben drie kleine kinderen. En ik heb mijn kandidaat gesteld voor de Boer-Burgerbeweging voor de Provinciale Staten.
En waar sta jij voor? Wat zijn jouw idealen? Nou, eigenlijk een beetje meer tolerantie binnen eigenlijk iedereen. Dus niet alleen de plattelanders en de bewoners van de stad. Ik heb zelf eigenlijk ook 10 jaar in de stad Utrecht gewoond. En ik vind het gewoon belangrijk dat je elkaar niet polariseert en gewoon luistert naar elkaar en gewoon dingen doet volgens feiten en niet volgens onderbuikgevoel. En wat is voor jou als boer belangrijk? Dat de boer niet te makkelijk wordt weggezet als vervuiler of dat ze zomaar wat doen. Maar wij houden ons ook gewoon netjes aan de regels en we willen ook best wel aanpassen aan dingen. Alleen moeten we ons wel de tijd voor kunnen gunnen om ons aan te kunnen passen. Ja, want momenteel heb je het stikstofdebat en een paar dagen geleden is het ook weer een uitspraak geweest over de stikstofmaatregelen. Wat vind jij daarvan? Nou, ik denk dat je het hele stikstofgebeuren eigenlijk als één moet gaan zien. En dat je eigenlijk terug naar de tekentafel moet en gewoon kijken van waar komen de feiten vandaan. En dat er niet te veel eigenlijk wat nu gebeurt bij een rekenmodel wordt alles bepaald. Maar gewoon echt specifiek kijken van waar komt het vandaan. En het is niet alleen van het agrarische, maar er zijn natuurlijk heel veel industrie. En eigenlijk mensen zelf die het ook uitstoten, daar moet ook naar gekeken. Niet alles op het bordje van de agrariër gegooid te worden. Niet iedereen is positief over boeren, mede door de protestacties die ze hebben gedaan met her en der ook het nodige geweld. Diederik heeft hier nooit aan deelgenomen, maar snapt het wel. Ja, dat in één keer gezegd wordt, je moet voor 90% je bedrijf verkleinen. Ja, dan schiet je wel in de stress en dan wil je wel wat doen. Dus ik begrijp het gewoon hartstikke goed. Ja, maar het geweld wat de boeren gebruiken, hooibalen langs de snelweg in de fik steken, daar is niet altijd bij iedereen begrip voor. Nee. Wat vind jij daarvan? Je moet er gewoon altijd netjes blijven. Simpel zat, ja. Er worden wel eens uitspraken gedaan, geen boeren, geen voedsel. Maar 80% van het vee, in ieder geval in Nederland, wordt geëxporteerd. Ja, ik denk dat het ook een beetje te simplistisch is gezegd. Natuurlijk wordt er geëxporteerd, maar er wordt ook veel geïmporteerd. Dus eigenlijk, zoals ik het weet, komt dat redelijk tegelijk, de import en de export. En je kan natuurlijk hier niet alles verbouwen qua eten in Nederland. Dus dan wordt er gezegd, je bent zelfvoorzienend, omdat je dan de export een beetje weg kan streven tegen de import. TAP stelt zich verkiesbaar voor Gelderland, maar er spelen ook lokale belangen waar hij zich hard voor wil maken. Ja, wat echt hier lokaal bezig is, zoals eigenlijk overal, met windmolens en zonneparken, ben ik helemaal niet tegen. Maar dan wel goed samenspraak met de buurt en zo. En dat er niet één keer een plekje wordt gevonden en daar zetten we een park neer of windmolens of dat soort dingen allemaal. Eerst goed samenspraak en dan kijken wat er allemaal mogelijk is. En hoe schat je je kansen in? Ja, er zijn 55 zetels. Het zou mooi zijn als we alle 50 hebben, maar dat gaat natuurlijk nooit gebeuren. Nou, ik denk dat wij wel tegen de 10 zouden kunnen krijgen. Maar het blijft toch politiek, hè? Dus. Koeien, erwtensoep en kermis. Donderdag stond Druten weer in het teken van Lestermert. Al ruim 200 jaar is dit het evenement van het jaar en wordt het door jong en oud gevierd. Kinderen zijn vrij van school, boeren laten hun mooiste vee zien en op de markt is er voor ieder wat wils. Nou, de Lestermert is altijd gewoon gezellig. Iedereen neemt vrij voor deze dag. Ook morgen zijn de mensen vaak vrij in Brugdag. En ze lopen lekker te wandelen, ze komen een broodje warme worst halen. Ze nemen een biertje mee voor vanavond. Ja, het is gewoon super. Ja, ik vind het wel echt traditioneel. Dit is, hoort wel bij ons bij de Lestermert, ja. Koeien en erwtensoep, hè. Heb je nou je zin op de markt? Ja, we zijn net eten met konijnen aan het knuffelen geweest. Maar heb je ook nog konijnen? Ja, die zijn daar. Daar kan je ook knuffelen als je wilt. En hebben jullie ook koeien geknuffeld? Nee. Er komt veel meer kritiek op dat zij daar staan. Nee, vind ik niet. Nee? Oh, vertel. Nee. Kijk, vroeger stonden die koeien allemaal vast, de hele winter. Ja? En toen werd er niks gezegd. En dan moeten ze hier ongeveer een halve dag staan. En dat is het probleem. Nee. Ze staan er hier rustig bij, hoor. Werk je ook op de boerderij? Ja. Ja? En zijn dat jouw koeien? Ja. Ja? Hebben ze ook namen of dat niet? Ja. Ja? Hoe heten ze dan? Bella. Dit is Bella. Ja, en dat daarachter is Teun. Dat is Toos. Wie is het liefste? Die. Heel lekker, dankjewel. Ik eet de hele markt leeg, man. Ja. Hebben jullie het tot nu toe allemaal gedaan hier? Nou, kermis. Gewandeld. De kermis is er ook nog. Ja, dat is daar altijd maar achter. Hey, wat gaan jullie verder nog doen? Ja, kermis en TikToks maken met koeien. Zei je? TikToks maken met de koeien. Ja, klinkt als een hele goede TikTok. Ja.
Nou ja, hier ligt de worst op tafel. Ja. Daar zie ik echte dieren. Wat vindt u daarvan? Dat die daar staan in levende lijven? Nou goed, mijn koe staat er ook. Oh, is dat zo, ja? Oh, waar staat hij dan? Dan ga ik zo meteen even aaien. Ergens halverwege aan de rechterkant staat onze koe. En wij hebben gewoon een koe gisteren helemaal geschoren en gewassen en gedaan en dan neergezet. En die wordt dan gekeurd, zeg maar, hoe goed dat die is. Meneer, wat voor prijs heeft u zojuist gewonnen? Eerst het beste rund van de markt. Gefeliciteerd. En wat maakt dat hij de beste is? Sorry? Wat maakt dat hij de beste is? Ja, de kwaliteit, hè. Dus precies. Bent u er trots op? Ja, ik wel. Dus Joren het fokken geweest, het toch iets moois kunnen fokken. Ja. Dus vandaar dus toch wel iets bijzonders. Goed zo, ja. Dankjewel hoor. Doei. Tot zover het RN7 Regio Nieuws weekoverzicht. Heb je toch nog iets gemist? Kijk dan even op ons YouTube kanaal. Daar vind je alle uitzendingen terug. En op onze website staat natuurlijk het laatste nieuws uit de regio. Dus houd dat ook even in de gaten. Maandagavond zijn we er weer met een nieuwe uitzending. Graag tot dan en nog een fijn weekend.